Schieten vertelt het verhaal van David van den Steen, de man wiens zus en ouders vermoord werden door de bende van Nijvel. Vanavond gaat die film in aanwezigheid van de cast en heel wat BV's in première. We blijven voor 90% bij het verhaal. En die andere 10% zijn dingen die wel ook gebeurd zijn, maar misschien op een ander tijdstip of een andere manier. Maar laat ons zeggen, we zijn heel, heel dicht tegen de realiteit gebleven. Hoe herinnert u die tijd van de bende van Nijvel? Zoals iedereen denk ik, verbijsterd, verwonderd, ongeloof. Maar het was waar. En hoe was het om samen te werken met een legende als Jan de Cler? Ja, ik weet dat ik mijn eerste draaidag was, lagen we eigenlijk in het lijkenhuis, nadat we dus zijn gedood. En we liggen onder een wit deken. En ik vond dat zo ambetant dat ik Jan niet zag spelen. Want ik hoorde hem bezig en ik zeg, fuck, die is goed bezig. Ik hoorde dat gewoon zo. Details, zijn ademhaling, zijn het tempo van zijn stappen, zijn, hoe dat hem begon te snotteren. Dat was, ik zeg, fuck, ik zou is shot op hem? Ik wil gewoon even kunnen kijken. Zo graag dat ik dat gezien. En in de film zie je het dan en dat is gewoon dat is zo goed. Vanaf de eerste take zat dat boem erop. En wat denk je, wat voor een gevoel gaan de mensen buiten komen na deze film? Ik denk dat iedereen echt zo 5 minuten zo stil gaat zijn en niet veel gaan kunnen zeggen. Maar ja, ik ben benieuwd, ik weet het niet zo goed. David! Kom aan, we moeten door. En hoe voel je jezelf nu? Nu moe eigenlijk. Geloof je nog dat het ooit opgelost gaat worden? Nee. Ik heb er nog weinig geloof in, tenzij vanavond hier iets bij iemand of mensen wakker gemaakt heeft die er wel iets kunnen aan veranderen en die toch nog de moed gaan hebben om er iets aan te doen. Ben je blij met het resultaat? Blij? Ja, wel blij, maar blij kom je niet uit de zaal, ik zal het zo zeggen. Ja, ik ben enorm onder de indruk, maar niet alleen van Zita, van iedereen. Die andere twee jonge gasten. Jan de Cler, wat is dat, man? Dat is wereldniveau. Het is een vreemd gevoel. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik die film gezien heb, maar ik denk dat de film zo'n diepe indruk maakt op iedereen, dat je bijna beschaamd bent om ervoor te applaudisseren. Dat is iets heel raar. Het hakt erin, hè. En zo hoort het, denk ik.